Welkom bij een eerste aflevering van In Gesprek met gemeente Gooisemeren in de persoon van meneer Terheegde. Nieuwjaar. Laatste keer dat we elkaar zagen was begin december. Toen blikten we vooruit naar de jaarwisseling en naar het alternatieve receptie of de gefilmde nieuwjaarsgroet. Even in de volgorde, hoe ging het met de jaarwisseling? Jaarwisseling is goed gegaan in Gooisemeer, maar in heel Nederland heb ik het idee. Hier en daar incidenten uiteraard, maar in Gooisemeer is het bijna geen incident geweest, moet ik zeggen. Dat is wel heel bijzonder. Ook omdat er natuurlijk niets georganiseerd kon worden. Geen evenementen, er was geen horeca. Zeker voor jongeren is dat dus heel moeilijk geweest en echt niet leuk. Maar we hebben gevraagd om zich beheerst te gedragen. Ja, de hele bevolking, maar ook zeker de jongeren, en dat hebben ze gedaan. Dat is en daar ben ik dus heel trots op en dankbaar voor. En dus een klein incidentje in Naarden is geweest, maar dat was ook het enige. Dus daar zijn we heel blij mee. Wel hier en daar wat vuurwerk, maar binnen Er is inderdaad vuurwerk wel geweest. Ja, het is wat naïef om te denken dat er helemaal geen vuurwerk zou zijn. Want ja, in België kan men het zo verkrijgen. Dus dat gebeurt dan. Maar als je dat zag, ik kon vergelijken dan met het jaar daarvoor. En 11:50 was er al bijna geen knal meer en geen vuurwerk meer. En om 11:45 had ik het gevoel, en ik kan dat vanuit mijn appartement, kan ik dat dan zo zien en horen, was het bijna helemaal stil. Dus ik ben de hele avond op de Keverdijk geweest met de buurtvaders. Nou, het is toch ook een wijk waar toch wel het een en ander altijd gebeurt. Hoewel de laatste jaren wel rustiger was. En dat ging, nou, het was een fantastische sfeer. Ik heb zelden zo'n mooie oudjaarsavond gehad, ook met die buurtvaders daar op de Keverdijk. Dat was heel goed. Nou, dat is niet erg om te werken op zo'n avond. Nee. De alternatieve receptie, jullie hebben een film gemaakt. Ja. Ik begreep dat er leuke reacties op kwamen. Positief. Ja. Ja, nou, we hadden dus ieder had zijn part eraan gedaan. Ook heel veel inwoners, die hadden ook een nieuwjaarsgroet gedaan. En dan was het natuurlijk van de wethouders die de vrijwilligersprijzen uitreikten. En dus dat had ik allemaal maar in die delen gezien. En nu zag ik het aan elkaar gesloten. En wat mij opviel, en dat heb ik ook aan de dames die het geproduceerd hebben, heb ik ook gezegd. De sfeer die er vanuit ging. Hè? De mensen waren gewoon blij om die kerstgroet te kunnen geven. En de sfeer van verbondenheid in gewoon een kille tijd, want dat is het gewoon met al die corona-ellende. Ja, nou, en daar kwam warmte straalde dat uit. Nou, zoals ik voel, althans, ik hoop dat ook de mensen hier dat allemaal voelen, maar de warmte in deze gemeente zit, nou, dat kwam zelfs in deze kille tijden door dat filmpje heel goed naar voren. Dus bedankt die eraan mee hebben gewerkt. En wie het nog niet heeft gezien, ga kijken, zou ik zeggen. Hij staat nog online. Waarschijnlijk komt er een verlenging van de lockdown. Altijd al een paar dagen voordat de persconferentie komt, wij nemen dit op maandag, wordt de conclusie al getrokken. Ziet u dat tegenop, verlenging lockdown? Eigenlijk wel. Eén, voor de horeca weer en de mensen van de detailhandel, maar ook de evenementen. Een paar weken kan men het aan, dat snapt iedereen wel. Maar dit wordt wel heel erg lang. Dus daar zie ik tegenop voor die mensen. En voor uzelf? En ik zie er tegenop voor de mensen die daardoor ook misschien weer werkloos worden. Maar ik zie er ook tegenop de ouders bijvoorbeeld, die de kinderen toch weer 3 weken langer op zijn minst weer thuis hebben. Wat toch spanningen met zich meegeeft. Je moet werken thuis vaak, je moet dan de kinderen bij begeleiden. Dat geeft heel veel druk op zulke gezinnen. En dat hebben ze al een fors aantal weken gehad. Nou, en voor mezelf zeg ik dan van, nou, wij mopperen niet, wij zijn drukker dan normaal, want we hebben die coronaproblematiek er allemaal bij. Maar we hebben ons werk en dan een stapje harder, dat is niet zo erg. Maar juist de mensen die dan het werk verliezen of hun bedrijf verliezen of zo, daar heb ik echt heel mee te doen. En de mensen die ook een stuk sociale eenzaamheid, mensen die ook ouderen die normaal nooit mopperen, ja, die zeggen het wordt nu wel saaier, ja. Maar nog even, die vaccins komen eraan, we gaan spuiten en slikken. Dus nog een paar maanden, het komt goed, maar nou even de tanden op elkaar. Er is een nieuw gemeentelijk steunpakket in voorbereiding voor diverse sectoren. Ja. Dat is niet van strooigoed à la pepernoten, maar dat is... je moet goed beslagen ter ijs komen met je verzoek. Ja. De eerste tranche was redelijk succesvol. Ja. Er was hier dan een afwijzing. Op welke gronden gaat zoiets? We hebben een aantal criteria van tevoren geformuleerd. Mm-hmm.
Bijvoorbeeld van, heeft een organisatie al een heleboel eigen vermogen die het nog wel even kunnen uitzingen? Nou, die krijgen dan niet wat, maar ik geloof dat we iets van, in die tweede tranche die we nu hebben, of de eerste tranche die we hebben gehad, hebben we iets van 15 aanvragen gehad. Daarvan worden er 12 gehonoreerd, dus dat is een heleboel. En ook voor hele mooie bedragen. Dus ik denk dat die instellingen goed geholpen zijn. Die niet gehonoreerd werden, had ook vaak te maken met dat ze de gegevens niet goed aanleverden. Ja, we moeten wel een beetje weten hoe zit het precies. Ja. We kunnen niet zomaar als Sinterklaas wat geven. Nou, dus zoals het naar uitziet nu, gaan we ook nog een tweede ronde doen. Dus degene die zeggen van, ik had ook eigenlijk wel, of ik kom nog in problemen, extra problemen, er komt ook een tweede ronde aan, zoals het er nu naar uitziet. Ja, het is nog niet helemaal... Het is nog niet helemaal zeker, maar ga er maar vanuit dat die tweede ronde... We hebben ook nog wat in pot, dus dat komt wel goed. Ja. Die eerste tranche, daar stond een mededeling bij, zoveel, het is eenmalig. Een tweede ronde zit eigenlijk toch wel min of meer in de pijplijn. Ja. Hoe lang kan de gemeente daarmee doorgaan? Nou, we hadden dus een fonds ingesteld van ongeveer 1 miljoen. En ik denk na de tweede tranche dat ongeveer het miljoen dan ook wel op is. Wij hopen dat de vaccins dan ook op zijn en dat ze hun werk hebben gedaan. Dus dat er dan weer ook het herstel heel snel zal. En ik ben vrij positief over het herstel. Dat onder mijn klompen aan, als ik zie hoeveel mensen dan toch weer gaan willen besteden in winkels, hebben ze tijd niet gekund, of op vakantie gaan, dat willen we ook allemaal graag weer. Mm-hmm. Dan denk ik van jongens, dat gaat ook vrij vlotjes dan. Dus het is echt volgens mij nu nog een kwestie van maanden en misschien is dan zo'n derde programma ook niet meer nodig. Dat zou fijn zijn. Ja. De winkels die nog wel open zijn nu, die zijn hartstikke druk met routes, met winkelwagens poetsen. Mensen dwingen om, tenminste vriendelijk tot dringend vragen, om maskers te dragen. Is er een andere regel, iets wat bij ingeschoten, namelijk de verkoop van alcohol aan 18-minners? Daar is onderzoek naar gedaan. Ja. Wat was daar het resultaat van? Nou, dat was geen goed resultaat. Er is een undercover iemand vrij jong er naartoe gestuurd. Een loktiener noemen ze dat. Ja, maar het was wel iemand boven de 18. Ja, die zag er jong uit. Maar hij zag er jong uit. Of zij, ik weet niet eens of het een jongen of een meisje was. Maar en in, ik geloof, 17 gevallen werd er 5 keer gecontroleerd. Hè, van, dat moet dan gevraagd worden. ID-kaart. En in 12 gevallen van de 17 werd het niet gevraagd. Dat is en dat is een hele snelle, slechte score. Ja. En terwijl dit niet iets is van een nieuwe regel of zo, dit hebben we nu al jaren. En het ging vrij aardig. En nu, het ging dan om slijterijen en om supermarkten, is dit een hele slechte score. Ja. Dus we gaan ook dwangsommen opleggen dat als het nog weer een keer gebeurt, dan komen er forse boetes. Want dit kunnen we niet hebben. Heeft het ook iets te maken met de zelfscankassa's van tegenwoordig? Dat weet ik niet. Of dat nee, want het is dus zo dat men gewoon langs de kassa's is gegaan om te kijken of dat het werkte. Of er wel naar gevraagd werd. Of er naar gevraagd werd. Ja, ja. Dus dat in dit geval niet. Maar dat zou nog een escape mogelijkheid zijn, bedenk ik mij nu. Heel goed dat u dat zegt. Ja, er zijn sowieso mensen die sneaky pakjes zo tussen de krattenbier stoppen en dat soort dingen. Dus er wordt wel steekproefgewijs gekeken. Maar dat je het niet een idee hoeft te laten zien als je via die zelfscan. Dus dat is nog even een ander aandachtspunt. Maar wat zeggen deze undercover mensen? Die zijn dus langs de kassa's gegaan en daar werd niet genoeg gecontroleerd. En dat is niet het eerste jaar dat we dit doen, dus dat moet echt beter. En dat soort boetes ligt in welke orde van grootte? Volgens mij iets van €3500 per overtreding of zo. Dat zijn forse bedragen. Dus wel de moeite om aandacht aan te besteden. Absoluut. Ja, maar ook intrinsiek. He, dan, we vinden dat alcoholbeleid zo belangrijk allemaal. De politiek gaat daarvoor. We zien de ellende die dat veroorzaakt, ook alcohol. Ja, dan moeten we allemaal onze medewerking doen. En ook de supermarkten en slijterijen. Dit is geen goede score. Helder. Iets leukers nog. Krailo. Daar zijn nu de 3 betrokken colleges zijn akkoord. Dat is Hilversum, Bussum en Laren. En Laren. Ja. Ja. Van zo gaan we verder. Dat is ook een proces van jaren en jaren al geweest. Ja. Bestemmingsplan kan nu ter visie. Wat houdt dat concreet in? Ja, nou, u zegt een proces van jaar. Nou, het is een proces van 3 jaar inmiddels.
Waarvan het eerste jaar was, kopen we het wel van de provincie, dat hele gebied of niet? Nou, maar het verhaal daarvoor al. U zit al heel lang hier, dat klopt daarvoor. Maar sinds dat wij hebben gezegd van nou, die grond is nu beschikbaar, gaan we het doen, is het nu 3 jaar verder en we zijn nu dus al gereed met het bestemmingsplan. Dus daar zit echt tempo op. En het voorstel is nu dus voorzienswijze naar de omwonenden, belanghebbenden en zo. Dus in ieder kan daar zijn zienswijze op geven. En daarna gaat het dus naar de gemeenteraden toe. En dan hopen we dat indachtig de zienswijzen die gegeven zijn, de gemeenteraden zich daarover buigen en zeggen van nou, wat nemen we wel mee, wat nemen we niet mee. Maar in ieder geval de bestemmingsplannen nog voor het zomerreces, voor de zomervakantie, gaan vaststellen. Dan komt er een beetje schot in de zaak en die schop die gaat de grond in. Ja, maar ik vind dus dat er behoorlijk tempo wordt gedraaid. Dit is niet een proces waar we zeggen van nou, ellenlang of zo. We hebben natuurlijk de wettelijke termijnen van inzage, hè, van bezwaren die kunnen. Dat moeten we hanteren, dat is ook allemaal prima. Maar als het lukt om voor het zomerreces dat vastgesteld te hebben, dan zijn we een mooi stuk verder. Dan kun je door. En het is natuurlijk ook een prachtig plan daar. En er is tekort aan woningbouw. Er komt ook sociale woningbouw in. Dus ja, mooier kan allemaal niet. Dus, ik zou bijna zeggen, ik kan niet wachten, maar het moet nog even. Gaan met die banaan, zeker. Ja. Okay. Ja. Ik had nog één onderwerpje, maar dat ga ik denk ik een andere keer bespreken. Ik denk dat we op Kruilen ook nog wel een keertje weer terugkomen als er wat meer handen en voeten zijn. Mag ik u nu bedanken voor uw komst. En dan zeg ik tot een volgende keer.